Yo, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag zien jullie op de achtergrond gameplay een nuclear op een van de nieuwste DLC maps hier in Call of Duty Black Ops 3, namelijk op de map Gauntlet. En ik speel in deze achtergrond gameplay zoals jullie zien met de Pharaoh submachine gun. In deze video ga ik gewoon een beetje vertellen wat ik in deze achtergrond gameplay deed, zoals jullie zien. Hij is allemaal nog wel opgenomen uit theatermode. Dus vandaar. Speel ik zonder recall lijkt het wel. Dus daar moet je even overheen kijken. Maar als eerste, op mijn Pharaoh heb ik staan Fast Mac en de Rapid Fire Attachment. Ik speel met de standaard perk Ghost Flag Jacket. Waarom ik Ghost speel? Omdat als de randoms een UAV hebben, kan ik alsnog stealthy door de map heen rennen. Tot het moment dat ik ga schieten natuurlijk. Maar ja, dat is alleen maar als ik echt iemand zie. Ik speel met Scavenger en met Fast Hands. En dan nog eens met als perk 3 met Blast Presser. Ik speel met de Streak UV, Count UV, heten natuurlijk. Met, zoals we nu zien, met de Tempest Streak ook. En ik wil even één iemand in deze achtergrond gameplay bedanken, namelijk Weekdus Games. Oftewel Nick, want we spelen samen. En Nick heeft in totaal ook wat haters gehaald, voor mij 2 of zo. En heeft zich 2 keer opgeofferd voor mij, anders had ik het misschien niet gehaald of zo. I don't know. Maar in ieder geval, super bedankt daarvoor. Het is een nuclear gehaald. In iets meer dan 24 uur dat de maps uit zijn. Dus daar ben ik echt wel trots op. Dus vergeet natuurlijk niet je blauwe duimpje omhoog achter te laten. Dat helpt mij enorm. En voor de rest ook. Dat de nuclear zelf heel erg lucky is. Je zou straks wel zien hoe dat komt. Maar de nuclear is zo lucky, jongens. Echt. Menig mensen hebben dit niet overleefd. Wat ik er straks ga overleven. Dat zou je straks allemaal wel zien. Dus blijf kijken naar de achtergrond gameplay. De achtergrond gameplay speelt lekker door. Hier ging ik 18-1 op dit moment. En ja, ik heb gewoon even de saaie stukjes eruit geknipt. Simpelweg gewoon omdat het anders veel te lang is om naar te kijken. Anders is het een 10 minuten gameplay. En nu heb ik er 5 minuten van gemaakt. Omdat ik gewoon soms ook 2 minuten in mijn nucleus 3 rondliep. Zonder dat ik iemand binnenkwam of tegenkwam. En ja, ik heb gewoon een paar keer geluk gehad in deze gameplay. Want de enemies waren redelijk goed, maar ook weer redelijk slecht. Dat zie je straks wel in de achtergrond gameplay natuurlijk. Maar ja, het is gewoon heel erg geluk hebben en kijken hoeveel haters je kan droppen. Want als je unlimited haters dropt, laat me zeggen. Dus zorg dat als er één hater afgelopen is, gelijk weer een nieuwe hebt. Wat in de achtergrond gameplay overigens niet zo is. Maar ik wel vaak een hater haal. Want je ziet ook hier, nu is weer een hater in de lucht. En ja. Verder is gewoon, weet je, het is Gauntlet, het is een nieuwe map, dus niet iedereen kent hem nog heel goed. En ja, niet iedereen weet precies hoe die moet lopen. Ik wist ook niet, ik had gewoon geluk dat ik een fulltime hater had, laat maar zeggen. Waardoor ik de enemies dus gewoon goed kon zien. Net zoals nu is mijn hater ook weer afgelopen, dus moest ik wachten. Dan kreeg ik hier gelukkig de goede clone. Anders had ik hier misschien wel al fucked geweest. Maar het gaat er dadelijk aankomen, jongens. Het gaat er dadelijk serieus aankomen. Ik ga dadelijk echt één van mijn luckiest deaths ooit overleven. Daar komt hij. Luister jongens, daar komt hij. 3, 2, 1. Ik heb er geen woorden voor. Daar is de nuclear. Hier, nog één keer in slow motion. Hoe de fuck heb ik dit overleefd, Call of Duty? Echt. Ik had hier eigenlijk gewoon dood moeten gaan. Ik ga hier fucked up dood omdat ik gewoon die multikill wil pakken. Anders had ik hier gewoon nog heel veel unstoppables kunnen farmen. Maar ja, dit was eigenlijk een beetje mijn commentary al. Hierover, het is een hele korte video, althans een hele korte video, korte gameplay omdat ik stukjes erin heb geknipt natuurlijk, maar jongens, holy shit, echt, hoeveel geluk ik daar heb gehad, ik ga er niet meer over spreken, het is gewoon niet normaal wat daar gebeurd is eigenlijk. Grafty Spice hoort niet te overleven op dat stuk, ook nog eens dat hij me om een auto gooit natuurlijk, dat is gewoon, ja, niet normaal eigenlijk, maar ja, weet je, het geluk was bij me. Call of Duty gunde me die nuclear op Gauntlet. Dat heb ik ook gehaald. Dus ik ga vandaag weer tryharden om een nucleus op Skyjack of op Rise te halen ofzo. We kunnen kijken of dat gaat lukken. Net zoals hier. Nu ga ik ook gewoon echt hele domme dingen dood. Maar ja, weet je. De nuclear was hier binnen voor mij. Het potje wou ik zo snel mogelijk af hebben. En ja, dat gebeurde dus daarom ook. Maar moet jullie genoten hebben van deze video. Laat een blauw duimpje omhoog achter. 100 likes op deze video moet lukken. Dat zou mij enorm helpen natuurlijk. En wie weet, zie je mij ook weer met een nuclear op, ja, één
van de volgende maps of zo. Ik weet niet. Ik hoop het wel. En super dank voor het kijken, jongens. Dan zien we jullie morgen weer bij een nieuwe video. Om natuurlijk 3 uur precies. Hier zien we mijn ijscore 3-2-1. Bam! Hier is mijn ijscore en laters.